Hallo Sjors, nog even een filmpje over de homepage en in dit geval gaat het om de 5 knopjes helemaal beneden. Kijk maar mee. Deze 5 bedoel ik. De knopjes zelf, daar doe je niet veel aan. Daar zit een linkje op en het linkje gaat naar de pagina die we vast hebben gesteld. Daar hoef je niks aan te doen. Deze teksten aan de andere kant, die zou je kunnen aanpassen als je nog verbeteringen weet. En ik laat je even zien hoe. Dan gaan we naar de achterkant van de site. En in dit geval gaan we naar weergave, widgets. En als we die hebben gevonden, dan zien we hier het blokje footer staan. En die openen we door op het kleine pijltje te klikken. Daarin staat het layout builder. En ja, je moet even doorklikken om te komen waar je wilt zijn. Als je die open krijg je dit. Dan klikken we op open builder. En dit lijkt wel een beetje op de manier waarop we ook de tekst konden veranderen. Alleen dit keer moet je wel in de PHP-code komen. 5 keer een blokje die overeenkomen met deze 5 dingen in dezelfde volgorde. Dus in het eerste blokje vind je energie, passie en enthousiasme. Energie, passie en enthousiasme. Je ziet het daar staan. Durf te ontdekken zie je daar staan. Verrassende creativiteit, motivatie, kansen en mogelijkheden. Deelnemers over extra visie. Wil je het aanpassen? Schrik niet. Daar staat er nogal wat meer in dan alleen dat. Dan is het even zoeken naar het stuk tekst. In dit geval energie, passie en enthousiasme. De aanhalingstekens staan er zelfs bij. Dat mag je aanpassen. Daar mag je inzetten wat je maar wilt. Maar de rest van deze code laat die alsjeblieft staan zoals die staat. Puur en alleen deze tekst aanpassen. Ben je klaar? Klik je op voltooid. Dan ben je nog niet klaar. Klik je nog een keer op voltooid, dan ben je nog niet klaar. Pas als je hier op opslaan klikt, wordt die ook opgeslagen. En is hij dan daarmee klaar, dan zal de wijziging zijn doorgevoerd op de site. Zo, dat was hem weer. Succes er maar weer mee.